Welkom bij een nieuwe gameplay commentaar video van Gamersnet.nl. Naast mij zit Tom Kouwenberg. En dit is Peter Bouwman. En hij mocht Hitman 2 spelen, nieuwe missie. Tijdens de E3 hadden we al de Monaco-missie gedaan. Miami-missie. Ja. Met, ik dacht Monaco, want daar wordt natuurlijk altijd in geraced. Maar dat was dus met de races, hè? Dus op het circuit. Jij mocht naar Colombia. En ik heb je uitgebreide preview gelezen. Dat is even een kleine pro-tip voor mensen. Lees die even op Gamersnet. Dat je heel erg te spreken was erover. Ja. Willen we de intro even gewoon ja, tuurlijk, met z'n allen horen? Ja, hoor. Okay, yeah. We zijn in welkom in Santa Fortuna. Deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Happy hunting, 47. Heerlijk ook dat Brits accent. Heerlijk, ja. Fantastisch. De reden dat ik het denk ik even gewoon allemaal ook wil laten zien is omdat het best wel een flinke video is. Ik bedoel, het is niet de complete missie, maar het is wel bijna alle beats uit de missie kun je hierin zien. Dus ook dat is misschien een klein beetje spoilergevoelig. Als je echt alles zelf uit wil vogelen, stop dan nu met kijken, klik stop weg. Stop nu met kijken. Yeah. Want wat we hier nou even laten zien is, ik pak even de mission stories erbij. Want die zijn er al een aantal unlocked. Dus meestal heb je dat natuurlijk niet, maar omdat deze demo al een paar keer is gespeeld op de dag, zijn er al een aantal van die mission stories zijn bekend. En die gebruik ik zeg maar ook als leidraad van oké, hoe ga ik wat meer scenario's zien? Ik pak zeg maar de mission stories die al ontdekt waren. Die kan ik dan verder gaan zeg maar op voorbeduren. Oké, want tijdens de E3 demo had ik dus nul vrijheid. Ik moest precies doen wat de developer me zei, omdat hij de leukste momenten wil laten zien. Kreeg jij wel de vrijheid? Ja, ik kreeg alle vrijheid basically. Er waren één of twee mission stories die ik niet op mocht pakken. Eentje om specifiek te zijn. Eentje was nog lockdown. Maar voor de rest was eigenlijk zo van hier is Colombia, ga maar gewoon helemaal wild. En ik heb me dan nog wel enigszins braaf een beetje aan zeg maar de mission stories gehouden. En ik ben niet zeg maar zomaar echt iets gaan bedenken van oh, zou ik deze guy met de fire axe kunnen killen vanaf daar en daar. Ik had al zoiets van ja, ik wil wel even zien wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Dus ja, ik heb hier nou al een mission story van zeg maar de drugsbaron die in zijn mansion zit. Maar die heeft een tattoo artiest over laten vliegen. En dat is dus nu bekend geworden. En ik kan me dus gaan fijnen als die tattoo artiest. En zo waarschijnlijk met giftig verf hem. Dat dacht ik dus ook, maar je gaat het zo meekrijgen. Oké, we gaan... Cliffhanger. Nee, want ik heb zoiets van, ik snap waar de mission story... Hoe vet zou het zijn als je hem nu echt van een cliff af zou donderen op het einde? Zou het de beste cliffhanger ooit zijn? Ja, nee, ik denk het wel inderdaad. Ja. Jongens, ik ben fan van Hitman 2, Tom ook. En Hitman wordt ondergespoeld door heel veel grote releases. Dus ik vind het heel fijn dat we even een plekje hebben op games waar we iets meer kunnen laten zien van de game. Want ik vind het heel fijn dat... Want jij had ook weer zin in Agent 47 en zijn ik ook, ja. Avonturen. En ik was een beetje teleurgesteld in het vorige deel dat episodisch was en zo. En uiteindelijk is het wel goed uitgekomen. Dus is dit trouwens de tattoo artist? Dit is de tattoo artist, ja. Die staat daar aan de bar en we hebben hem dus net ontdekt. Nee, dat hij toch niet doodmaken? Natuurlijk wel. Ik heb toch zo'n pak nodig? Wat wil je dan? Ja, gewoon bewusteloos slaan. Ja, dan wordt hij wakker en dan zegt hij van, hey, de tattoo artist... Nee, niet als je hem ergens opbergt. Nou goed, ik ben wat straight down to business. Ik vind best wel in een openbare plek doet ook nog eens. Ja, maar ik heb hiervoor, dat zie je niet, heb ik al een beetje gescout van hoe vaak komen hier mensen langs. Ja, en is dit een beetje een veilig hoekje? Ja, precies. Want je hebt er wel echt geknipt ook in deze video. Ja, ik knip specifiek naar zeg maar, de momenten waarvan ik denk van die zijn wel het delen waard. Oh, zo realistisch. Ik ben aan Red Dead 2 gewend. Ik wil je nu echt kleding voor kledingstuk wil ik je zien omkleden. Ja, maar dat is wel een beetje ding. Deze game komt 14 november uit. En het is natuurlijk gewoon heel erg naar om zeg maar binnen een maand span in reach te zijn van de release van Red Dead Redemption 2. Voor alle games, neem ik aan. Omdat je nou
zo'n hoge standaard hebben waar je naar opkijkt. Er zijn heel veel gamers die waarschijnlijk 14 november nog niet eens klaar zijn met Red Dead Redemption. En toch is dit zo'n ontierlijk leuke game. Het is misschien niet de beste game aller tijden. Maar ja, het is wel... Nou, niet de beste game aller tijden. Het is wel leuk. Het is zo leuk. Inderdaad, het is niet heel vernieuwend zoals Red Dead bijvoorbeeld wel is. En een Fallout aan het proberen is. Maar het is wel, zeg maar, weer heerlijk, zeg maar... Het is ook wel een beetje nostalgisch... Want dit waren wel games die we vroeger echt heel veel speelden. Hè? Ja, en ik heb, dat zei ik ook al in de preview, maar ik heb zo erg het idee dat IO Interactive, de ontwikkelstudio achter Hitman, al jarenlang, dat die nu echt wat meer door aan het laten schemeren zijn van, dit is wat wij denken dat jullie tof vinden aan Hitman. En dat is fanservice. Het is, en ook hier, in dit deel ga je dus ook echt de David Bateson, dat hij volgens mij heet, de voice actor van Hitman al jarenlang, die gaat ook veel meer praten, die stopt zichzelf in veel meer grappige scenario's. IO Interactive bouwt daar een beetje omheen. Er is veel meer domme foreshadowing. En dat is wel shit waar ik voor teken. Ja, nee, is leuk. Jij wordt nu door haar naar binnen gelaten. Ja, dit is het chickie van de tattoo artist. En zij is dus ook hetgeen waarvan we gaan tatoeëren. Wij gaan haar tatoeëren op zijn lichaam. Dus we moeten eerst even met hem kennis maken. Wat is zij zijn vriendin? Eén van de. Het is een drugsbaron. Maar dit vind ik ook zo mooi dat zij dan zegt van, oh ja, ken je van dit en dat. En dan zegt hij van, ja, I will cherish that moment till this day. Gewoon zo super ijskoud. En ook dit, weet je wel. Heeft zij zoiets van, oh, wat leuk dat je er bent. Kom, we gaan een selfie doen. Oh, nice. Instafame. Ik weet niet of ik de smartphone nog moet verwijderen of vernietigen hierna. Maar goed, na een tijdje laat zij ons alleen met de drugsbaas. En ook zijn armed gunman maakt er een heel dingetje van. Ja, ik ga je niet alleen laten. Maar ik zeg gewoon van, jongen, zit stil. En laat me gewoon doen wat ik het best doe. Rico Delgado has been eliminated. Wat? Ja, yeah, I know, right? Maar dit wist jij natuurlijk ook niet. Nee, want ik heb dus echt... Je ziet dat ik in mijn handen heb nu daar rechts onderin... zie je dat ik zeg maar rattengif mee heb genomen. Ja. Want ik dacht, ik ga dodelijke inkt maken. Misschien is dat ook nog wel mogelijk, maar dit was een beetje zo van... Er werd ook gezegd door de PR-rap zo van... Oké, als je deze mission story wil doen, dan gaat hij zeg maar die kant op. Okay. Hij spoilt het niet, maar hij had ook zoiets van... Ja, laat het maar gewoon zijn ding doen. Ja, in Hitman 2 gaat het ook heel erg om dat je gewoon lekker gaat rondlopen... en een beetje gaat afluisteren, want dan in revealen zich nieuwe... missieverhalen. Ja, dat zijn dus echt die mission stories. En ik had er hier dus al een paar, maar ik neem nog wel even de moeite om ook echt nog te gaan, daarna, ja, te gaan luisteren. Kiezen, ga ik naar deze of ga ik naar een ander? Welke ga ik volgen? Die wordt dan aangegeven op de map. En dat is heel leuk voor je herspeelbaarheid, want dat betekent dat je de levels opnieuw kan doen, maar dan andere verhaallijnen kunt volgen. Ja, en het leuke is natuurlijk ook dat ze daar dus weer tijdelijke units in kunnen gooien. Dat ze af en toe verhalen, dat je daar ook een beetje op kan gaan variëren en zo. Want het is nog steeds zo van, het is nog steeds een speeltuin. Het is nog steeds een zandbak om in te moorden. Ja. Dus je hebt inderdaad wel wat houvast en dat zijn een soort van de gebaande paden die ze voor je maken. En die zijn gewoon heel erg leuk. Al kunnen die natuurlijk na 10 keer opnieuw overspelen... kunnen die een beetje eentonig worden. Wat heb je bij je trouwens, rechtsonder? Dat is dus het rattengif. Oh, en dit is een pan ayahuasca. Want we hebben namelijk net iets gehoord over een shamaan... Ja. Die iets moet doen bij zeg maar de bouwplaats van het chickie... wat we moeten vermoorden. Oh, van, nu ga je dus die, ook je vermommen als hippie? Nou, nee, ik ga me niet vermommen als hippie... maar deze gasten zijn zo hard aan het trip op ayahuasca... dat ik er gewoon niet... Ziet er al uit als een hippie. Je zit nou ook als een hippie, dus prima. Ja, ik bedoel, waarom zou een beroemde tattoo artist niet gewoon een pan ayahuasca naar binnen mogen werken. Is ook zo. Je hebt gelijk. Ja, die shamaan, ik wou hem eerst zeg maar vermoorden erbuiten. Maar goed, er is natuurlijk hier ook weer een leuk pad om te doen. En dat is het vergiftigen van die pan ayahuasca, waar hij dan even een proefje van neemt. En daar gaat hij dan niet zo heel lekker op. Nee, hij gaat niet dood door rattengif, maar hij gaat wel van naar het toilet. Ja, dat is... Het toilet is altijd een mooi plekje om even alleen te zijn. Ja, inderdaad. Dat is altijd, dat zijn die, je kijkt altijd uit naar mensen hun toilet break in Hitman. Heb je zoiets van, ja, maar dat is wanneer je vulnerable bent. Ja. Dat moeten we hebben. Nee, maar goed, dit zijn dus inderdaad een beetje die gebaande paden. Maar je kunt natuurlijk er ook gewoon voor kiezen om gunsblazing te doen. Ja, of andere ongelukjes te creëren en dergelijke. Maar ik moet zeggen, kijk, dit soort dingen zijn dan allemaal wel een beetje scripted. Maar ik vind het wel gewoon fun. Dit laat zien wat gaaf is aan Hitman. Weet je, de banale shit waar je in terechtkomt. Ik subdue hem nou. Ik had hem al kunnen verdrinken in de toiletbol. Maar daar kwam ik pas echt achter toen ik ermee bezig was. Dus, oh, en ik ben trouwens best wel... Ja, straight down to business. Ik breek hun nek als het moet. Ja, hier. Oké, zo, hoppatee. Ik ben de shamaan nu. Nee, ik vind geen lief mens van jezelf. Maar goed, maakt niet uit. Nee, goed. Dit is, I don't know, zelfontplooiing. Nou, ik denk dat als je dat constant doet, dat je zelf wel ontplooid bent.
Je al maar goed. Een soort van richting in je leven hebt gekozen. Ja, mijn richting is nu gewoon naar de eerstvolgende moord. Want ik ben nu iemand die daadwerkelijk... Wie moet je de vermoorden dan? Ja, er is dus een van die drugskartel meiden die kom je tegen in haar kantoor. En die zegt van, hey, ik heb een bouwplaats en er zijn mensen aan het staken, want we hebben botten gevonden. En oh, dat is irritant. Dan komt de regering en zegt, nee, we moeten excaveren. Nou, hier in Colombia is het iets makkelijker. Ze zeggen gewoon van, nou, ze eisen dat de plaatselijke beroemde sjamaan langskomt om de plek te reinigen. Dus okay, van, tuurlijk. Oh, oké, tuurlijk, maar ik reinig je plek wel, geen probleem. En dit is natuurlijk ook weer een manier waarop je haar, zeg maar, weer uit haar huis kan lokken, waar het natuurlijk veel makkelijker is om een ongelukje te creëren dan echt in haar mansion. Ik ben ook in de mansion geweest, als je daar gewoon Guns Blazing doorheen wil gaan of whatever, dat kan. Maar ik vond dit me echt een potje hilarisch. Dit is weer echt zo'n scenario waar ze Hitman inslingeren. Okay. En Agent 47 goes with it. The site is clean now. Nice. The site is clean now. Is toch lekker? Oh, wat goed. Nee, dit is echt heel erg leuk. Ja. Helemaal lekker uit zijn dak. Ja, precies. Maar dit was de missie. Hoefde je niet eens iemand te eliminaten? Oh, nee. Dit is de manier om haar uit haar huis te krijgen. Oh. Want zij moet de sjamaan, zeg maar, aannemen. En ja, dan, hey, bedankt sjamaan. En kom, we lopen even. En goed, ook zelfs die route hier naartoe is het al geinig dat de wereld reageert op je kostuum. Omdat iedereen zo zegt van, oh, Taita, bedankt voor het medicijn voor mijn moeder. Weet je wel, dat soort shit. Er is zelfs één guy die neerbuigt voor je. Alleen nu zag ik het. Wat dan? Ze loopt hier en hier is een gigantische cementmachine. Oh, oh god. Oh, er staat nog een guy. Je hebt niks gezien. Wat heb je gedaan? Gezegd dat hij niks mocht zien? Nee. Ik ben gewoon weggelopen. Oh. Hij zag waarschijnlijk het niet helemaal goed. Of hij had gewoon zoiets van, oh, de sjamaan mag wel even aan de knopjes zitten of zo. Dus zij ligt nu in het cement. Ja, het leuke is, dat wordt ook heel mooi geforeshadowed. Omdat op een gegeven moment zeggen ze van, oké, de plek is reinig nu. We kunnen de doden rustig laten rusten onder deze lage cement. En toen ze dat zei, dat ik zoiets van, oh yes, ik snap het. Ik begrijp wat je hier wil zeggen, IO Interactive. Ja. Wat een heerlijke foreshadowing. En serieus, dat meen ik. Ik vind dat soort dingen echt, dat ze er een beetje omheen spelen, dat maakt het extra leuk. Ik had nog maar 10 minuten over. En ik wou wel nog mijn laatste guy neermaaien. Dat is dus een cocaïne dealer of een soort van, ja, Pablo Escobar kunnen we gerust wel zeggen, op zijn coca plantage. En er is een mogelijkheid om zijn machine te riggen met een nieuwe chip. Die chip is via een airdrop in de jungle ergens terechtgekomen. Dus als je die gaat halen, dan kun je zijn machine, zeg maar, klaarmaken voor de kill. Maar ik had nog maar 10 minuten. Dus ik was een beetje zo van, oh shit, dit moeten we snel oplossen. Ja. Ik vond overal aprikozen. Dat vind ik ook alweer zoiets van, waarom liggen hier allemaal aprikozen? Ja. Oh, daar is het pakketje, daar. Dat rode ding. Dat is, oké, hoe kom ik daar? Dat ga je dan afvragen. Ik denk van, nou oké, misschien kan ik gewoon langs de zijkant gewoon rustig aan naartoe klimmen. Ja, natuurlijk. Beetje Uncharted, een beetje Tomb Raider. Nope, dat was hem niet. Nee. Toen dacht ik van, oh ja, kut. Waarom liggen al die aprikozen daar? Het heeft... Oh, dan gooi je dat ding is all connected. Het is allemaal... Ik ben één met het universum. En het universum is één met mij. Hey, ik ben niet voor niets een sjamaan geworden. Super vet. Ja. Ik heb niet voor niets allemaal mensen vergiftigd om de sjamaan te zijn. Leuke puzzeltjes. Ja, ik vond dit oprecht ook wel dat ik dacht van, oh, oké, dat is wel even geinig gedaan. Ja. Weet je, dan hoor je weer net iets meer soort van worldbuilding. Ja, precies. In je... Het is net even wat minder dan alleen maar compact dat ding. Ja. Of wat meer dan alleen maar compact dat ding. Ja, er zit ook je ziet natuurlijk een heel vliegtuig wat meer gestopt is en dergelijke. Dus dan heb je al zoiets van. Oké, en nu heeft de sjamaan zoiets van, oké, fuck deze shit. Ik heb nog maar 5 minuten voordat deze demo eindigt. Dus, en ik moet dit uitspelen. Dus ik heb zoiets van, ik moet de coca plantage op. Dat ga ik niet, dat gaat als de sjamaan niet lukken. Dus ik vermom me even snel als een guard. En je hebt wel geluk dat niemand je gehoord heeft, of wel? Ja, Silence Gun had ik meegekregen. Ja, maar ze schoten terug, toch? Ja. Ze hoorden wel iets, dus er is nu wel... Ze zijn searching, er is iets gaande. En daarom heb ik al zoiets van, oké, dit gaat helemaal fout. Dit gaat nu al helemaal backwards. Maar omdat ik nog enigszins in vermomming ben en ik mag hier zijn... Oké, komen we ermee weg. En ik moet nu een van, zeg maar, de tech guys, de drug lab workers, moet ik een van zien te vermommen. En toen had ik zoiets van, oké, ga ik gewoon in dit hoekje. Dat gaat helemaal goed komen. Dan ga ik hierin zitten, zet de radio aan, dan heeft hij zoiets van, oké, wat is daar gaande. En tot dusver had ik zoiets van, oké, misschien heb ik deze missie nog gered. Wat oprecht ook nog best wel gewoon lekker ging. De guy, weet je wel, een van de guys die ik nodig had, die komt er ook echt naartoe. Dus perfect. Je bent het wel aan het voorbereiden dat het misgaat. Ja, tuurlijk. Ik kreeg nog maar 5 minuten en het was een beetje chaos. Maar goed, weet je, ik heb hem hier en ik was van, oké, en er ligt een plek om het body te hiden. Allemaal prima. Het kan niet misgaan. Ik vermom me gewoon als die guy. Even kijken, dat gaat helemaal goed. En, oh, what's up, dude?
En vanaf dat, en vanaf dat moment heb ik echt zoiets van, oké, het is tijd om, om de missie een hele abrupte draai te geven. Oh, heel toevallig, die guy die ik moet killen, staat daar. Nice! Get the fuck out, Agent 47. En het leuke is, er zijn natuurlijk weer verschillende manieren om te ontsnappen. Want ik heb bijvoorbeeld van de drugsbaron in zijn mansion heb ik ook een auto voor zijn sport, of een sleutel voor zijn sportauto gevonden en dergelijke. Maar ik heb gewoon zoiets van, ik moet deze coca-plantage uit, dus let's go with it. Ja, sowieso, door de coca lopen ben je natuurlijk al minder zichtbaar. Ja, ik had alleen moeten bukken. Ik vergat daar echt helemaal te bukken. Maar ik merkte al eerder dan, als je een paar keer al bukt, dan ze hebben je wel snel gespot. Het is niet zoals ze oerdom zijn. Maar goed, zodoende. Maar goed, als sjamaan rent gewoon de missie uit. Ja. Dit was hem, denk ik. Dit is hem inderdaad. Ik exit de missie als een sjamaan. Ik ben wijzer over de wereld. De wereld is weer een stukje wijzer over mij. Het is een heerlijke trip. Hitman 2, wat vind je ervan tot nu toe? Ja, met deze missie heb ik echt heel duidelijk doorgekregen dat IO Interactive echt aan fanservice doet. Ze weten wat mensen tof vinden aan Hitman en daar gaan ze alleen maar op voorborduren. Ook het feit dat je Hitman vaker hoort praten, dat hij meer gekke situaties heeft. Ik vind dat echt fantastisch. Dus ik zit zeker klaar 14 november om ook die andere 5 missies volop te spelen. Ik ben heel erg benieuwd. En natuurlijk Sean Bean uit te schakelen als Elusive Target. Want dat is wel helemaal vet. Super vet. Onwijs bedankt voor deze ontzettend toffe gameplay commentaren. We zien jou snel. Hopelijk op gamers.nl.